Iedereen heeft wel eens keelpijn. Soms heb je alleen een vervelend gevoel, maar het kan ook zijn dat je moeite hebt met slikken of praten. Keelpijn gaat vaak samen met verkoudheid en koorts. Bij een ontsteking ziet je keel achterin meestal rood. Vaak zijn witachtige plekken of dik wit slijm te zien en de halsklieren kunnen opgezet en gevoelig zijn. Een ontsteking is een veel voorkomende oorzaak, maar keelpijn kan ook ontstaan door overbelasting van de keel. Roken, een rokerige omgeving, veel praten of schreeuwen vormen een belasting voor de keel en veroorzaken irritatie. Hoewel keelpijn vaak hinderlijk is, gaat het meestal binnen een week vanzelf over. Als gevolg van voortdurende belasting door roken, schreeuwen of veel praten, kan keelpijn langer duren. Je kunt zelf een aantal maatregelen nemen die keelpijn tegengaan. Koud drinken of zuigen op een dropje kan de pijn verlichten. Speciale zuigtabletten zijn niet nodig, drop werkt net zo goed. Gorgelen met kamillethee of zout water ontsmet de keel en verzacht de pijn. Je krijgt een juiste zoutoplossing als je in een glas warm water 1 theelepeltje zout oplost. Neem voldoende rust, zeker als je koorts hebt en je niet lekker voelt. Gebruik zo min mogelijk je stem. Als de pijn erg hinderlijk is, kan je bij de drogist of apotheek pijnstillers krijgen. Neem contact op met de huisarts als je na 3 dagen nog steeds koorts hebt of als de keelpijn langer dan 7 dagen aanhoudt en als de keelpijn samengaat met huiduitslag in je gezicht en op je romp. Bij kinderen is het nodig dat je direct contact opneemt met de huisarts als het kind het benauwd heeft en een erg zieke indruk maakt of als het kind speeksel niet kan wegslikken.